dames willen graag zwemmen. Ja, en u gaat weer terug? Ja, ja. Oké. Ja. Dus 8 euro alsjeblieft. 8 euro. Nou, eens kijken of we het hebben. Hebben we een feest vandaag? Nou, ik ga ermee ophouden. Kijk eens aan. Ja. Na een carrière van... als je een carrière wil noemen. 15 jaar. 15 jaar. Ja, wat mooi. Met goede herinneringen? Ja, alleen maar. Alleen maar? Ja, alleen maar. Oké. Okay. Je houdt hem op, hè? Ja, jong. Vind je het leuk of... Leuk, jammer. Ja. We hebben weer een bekend gezicht. Even. Ja, ja. Ik vind het zo jammer dat u weggaat. Ja, ja, waarom? Omdat u zo'n leuke badmeester of iets bent. Of iets. Ja, ik weet niet hoe dat heet. Maar kunnen wij u kopen? Ja, straks. Hey, lekker zwemmen. Oh, fantastisch meid, dankjewel. Heb je die zelf gemaakt? Ja. Poepoe, lijkt wel een Picasso. En wat maakt hem nou zo goed? Nou, hij is gewoon heel aardig altijd. Oké. Nou, daar ben ik stil van. Nou, doorloop anders kan ik nog janken nog. Nou ja, doei. Hij doet het toch niet. Maar, ons kent ons, hè. Het is gewoon een hele brede club. En dat brengt de sfeer in het bad. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, vem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, vem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. En wat zou je het meest missen? Het meest missen? De heerlijke chocolademelk van Joker. Oh, heerlijk. Oh, ja, dankjewel. Geweldig. Hey, Jeroen, een drankje van die aan, hè? Ja. Succes. Kort. Hoi. Hoi. Goeie. Goedemiddag. Wat ben je hond van? Wat wil je doen? Bandit. Beetje zonne, vakantie houden. Aha. Weekendje vrij. En je bent in de camper? Ja. Ja. Waar steken we hier dan het hele weekend? Ja. Nee, lekker hoor. Ja. Nee, dat bevalt wel. Maar ja, je steekt hier wel een beetje bij zijn Grette Dik, of? Ja. Heb je geen last van? Nee. Valt best mee. We wonen aan de snelweg, dus wat ziet je ook eens, dat maakt niet uit, hè? Viel je toch met je thuis? Ja, daarom. Ja, anders wordt het te stil, hè? Ja, ja, dan word je bang van de stilte. Ja. En een beetje tot rust komen? Nou... Mijn geschokte zenuwen tot rust laten komen. Jo, wat? Geschokte zenuwen. Ja. Wat ben dat? Ja, ja, dat wacht ik dus nou af of het beter gaat. Ja. Maar je bent bij de dokter geweest en die zal je heel erg geschokt zijn. Nee, die zei, ga jij nou maar rustig daar het weekend weg, dan komt alles weer goed. Oké. Okay. Ja, ja. Nou ja, dan doe je dat, hè? Ja. Dus je moet er wat verplicht rusten? Is verplicht rusten, ja. Ja, ja, inderdaad. Nou, het is lekker hoor. Ja. Mooi. Zo willen wij wel rusten. Hey, hallo. Ik ga aaien. Ja, ga jij hem aaien? Maak ik hem los. Nee, zo niet. Ik wel. Zullen we hem even naar de tuin brengen? Bobo aan de kant.
Joepie! Joepie! Ga je mee? Kom maar. Hier langs, Peter! Kom maar. Feest! Petertje! Peter! Hoe heet de ezel? Petertje. En hoe kom je hem op Petertje? Nou, die werd verstoten door zijn moeder. Mary die wou hem niet hebben, die beet hem en die sloeg hem. Die wist niet wat ze ermee aan moest. Dus dan hebben wij hem groot gebracht met de fles. Want tenminste zijn we nog mee bezig. Want hij komt bij een orenboerwaai. Ja, ja, ja. Ja. Hij is hier niet geboren. Dus de Mary is daar gebleven en hij is gekomen toen hij 5 dagen was. En hij is nu ondertussen 4 weken. En waarom tocht hij hem bij met de Petertje redden? Nou, ik was daar bezig met een paar boksen verderop en die Mary ging zo verschrikkelijk tekeer tegen dat ezeltje. Dat vond ik zo sneu. Het was zo'n grappig beestje om te zien, zo klein. Aandoenlijk, al het klein is leuk natuurlijk, maar deze was wel heel aandoenlijk. Het meeste gewicht was zijn oren en dan die kuif erbij, we vonden hem gelijk geweldig. Want jouw wiener onder het werk? Ja, ja, ik ben dierenarts en ik was een paard aan het scannen. En hij stond dus een box verderop, of 2 boxen verderop. Dus nou, zoals je ziet is hij echt een hartstikke leuk beestje. Het gaat gelukkig heel goed. Peter! Nou, heb je een thuis die hem meestal een mem die ze nog en dan wel even zei van tinkerom. Ja. Dat verbetert je net natuurlijk. Nee, daarom moet hij ook bij de pony. Hij wordt natuurlijk een klein verwend mannetje. Dus hij moet wel bij zijn soortgenoten. Iemand moet hem wel vertellen wat wel en niet mag. Anders wordt het een boefke. Ja, we lachen er nu om, hè. Als hij door de tuin rent en naar iedereen bokt. Maar dat kan natuurlijk straks als hij iets groter wordt niet meer. Ja, rustig. Die mooi weer wordt. Lekker